Nou, uiteindelijk na die keuring trainen, komt er een gozer binnen, jongen. In een lege outfit, met zijn geweer zo. Ja. Maar ik schrok me de pestneten, jongen. Ja. Ik sloeg helemaal naar achter. Ik denk, wat gebeurt er? Maar ja, hij is waarschijnlijk geïnformeerd. Ja. Dat kan niet anders, want hij ging op een gegeven moment, who are you? Tegen jou, ja? Ja, zo. Who are you? En op een gegeven moment, ik zei, hey, ja, 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 I'm a player. Jongens, ik ben onderweg. Jacques Polak nu. Mooi vent. Ik ken hem al een tijdje. We spelen met FC de Rebellen ook altijd samen. Mooie vent, nog steeds enthousiast. En heeft mooie dingen bereikt. Als trainer zijn ook als voetballer. We gaan luisteren naar zijn verhaal. Ik ben benieuwd. Yes. De verantwoordelijkheid ligt bij de invaller, Jacques Polak. Polak en het is 4-1 en dan is het over en uit voor Feyenoord. Jackie! Goos! Hoe is het, vriend? Oh, goed, man. Lekker. Hoe is het? Goed. Vakantie geweest? Heerlijk, heerlijk weg geweest. Ja, waar ben je geweest? Egypte. Oh, lekker, man. Ja, is dat je vrouw? Dat is mijn vrouw. Die zit al van dimmen, hè, met die... Mooie verhalen vertellen gewoon. Ja, leuk. We zijn zo terug, gaan we koffie drinken. Ja, nee. Je woont lekker rustig hier, toch? Dit is ideaal. Ik woon hier al wat jaartjes. Ja, Leidschendam. Dus, ja, joh, dit is ideaal, man. Maar je kunt toch uit Den Haag, eigenlijk? Ja. Ja. Hoe kom je hier terecht, als ja, je vrouw? Ja, ik heb... mijn vrouw, die woonde hier altijd. Ja. Eerst in Voorburg, toen zijn we naar Leidschendam verhuisd. Maar ik heb ook nog in Rijswijk gewoond. Maar het was al een drukke weg. Ja. Ja, en als je dan op een gegeven moment naar Twente moet verhuizen, ja, dan wordt het een ander verhaal. Dus dan, maar daar heb ik... Twente, ik heb, ja. Ik heb in Enschede ook gewoond. In, ja, ik weet het. Weet dat, Strongenslanden, daar bij, toen woonden al die Belgen woonden daar. Ja. Dat was zeg maar waar de jeugd altijd de wedstrijden speelde. Dus achterin Enschede. Maar zat je niet bij Hengelo-complex dan? Nee, want wij zaten nog op het vliegveld, weet je wel, op de oude... Oh, de vliegbasis. Ja, daar zat jij niet, hè? Ja, daar heb ik ook nog getraind. Oh, oké. Okay. Ja. Met Rutte, hè? Ja, Fred Rutte, ja. Mooi vent. Ik vind het een fantastische man. Ja, is het ook, is het ook. Het is een kerel wat ook niet alleen maar op het voetbal let, maar ook op je manier van leven, ja. Maar ook als mens. Weet je, als je ergens mee zat, ja, ja dan... Dan zei hij van, als er wat is, blijf dan lekker thuis. Dat zei hij dan altijd. Ja, maar kijk, blijf nu doe ik er grappig over. Maar ja, ja. Kijk, hij vindt dat niet leuk. Nee. Maar is een van de beste trainers die ik heb meegemaakt. Maar ja, ook als mens, weet je. Maar in de kleedkamer merk je gewoon dat er gelachen werd. Ja. De manier waarop hij sprak. Maar ja, ik durfde niet te lachen, man. Nee, ik durfde het echt niet. Nee, maar, ja, ik denk, ja, ik word gelijk direct mijn contract ontbonden, ik ben wegwezen. Ik denk, ik doe er even niks mee. Dus ja, dat was ideaal. Ja, ja. Veel van geleerd. Ja. Een goede vent, echt waar. Ja, mooie vent, ja. Ik heb nog steeds contact met hem. Jij ook nog? Ja, ik heb toen een app gestuurd. Gefeliciteerd met zijn contract in Israël. Ja. Ja, hij zit daar perfect, man. Ja. Hij zit daar echt goed. Jij kwam daar ook heen, toch? Ja, ik kom naar Maccabi Tel Aviv. Daar heb ik heel even gezeten. Ja. Maar ik had niet zoveel zin om in het leger te zitten, zeg maar. Je moest daar in het leger in? En... Nou, weet je, Alexander, dat is een Canadese Rus. Ja. Een Rus-Canadees, hoe je het ook mag noemen. Ja. Die was daar de grote man. En Ben Shimon, die was daar de trainer. Die was ook international geweest. Ja. Maar ik kom daar. En hij zegt, joh, goede speler. Ik zeg, nou goed, valt wel mee. Ik ben gewoon een normale doorsnee speler. Alleen mijn karakter is goed. Ja. En ik had wel specifieke kwaliteiten. Dat waren mijn trap. Ja, vrije trappen. Ja, vrije trappen, penalties, corners. Ik kon een bal over 40, 45 meter op je stropdas leggen. Ja. Maar je moet mij niet vragen hoe jij dat vroeger deed. Met een dubbele schaar actie en dan iemand gewoon helemaal het eiland opsturen, zeg maar. Ja, ja. Dat,
Dit is kwaliteit. Dat, nee, maar dat ging mij gewoon niet worden. Nee, want dan lag ik zelf op de grond. En dan stond je gewoon voor lul, zeg maar. Ja, dat stond ik ook wel iedere wedstrijd. Want ik had tegenstanders had ik tegen me gehad. Waarvan je zegt van nou, daar word je nou niet vrolijk van. Maar ik kon me wel redelijk handelen. Alleen ja, goed, om bij Israël te blijven. Ja, daar wilden ze dat ik daar ging spelen. Ja. En op een gegeven moment kwam het verhaal dat ik mijn paspoort moest inleveren. En mijn Joodse nationaliteit, de Israëlische nationaliteit over moest nemen. Ja. Dus ik keek hem aan. Ik zeg, heb jij gezopen? Ja? Maar dat kon die man niet waarderen. Okay. En op een gegeven moment werd hij boos. Ik zei, ja, je kan boos worden, maar weet je wat voor vraag je stelt? Ja. En toen zei hij, ja, we moeten even praten. Ik zei, nou, ik vind het prima. Maar die vraag die jij mij nu stelt, dat gaat hem niet worden. Nee, nee. Hij wilde dus dat je paspoort inleverde en dat je een Israëlisch paspoort zou nemen. Ja, ja. En je bent Joods, toch? Je bent Joods. Ja, ik ben Joods afkomst. Ja. En uiteindelijk kwam het erop neer dat ik dus voor Israël zou gaan spelen. Ja. Maar dat zij dus twee extra spelers konden halen. Ja, maar dat ga ik niet doen, joh. Maar dan maken ze je lekker, weet je wel, met 25.000 euro netto in de maand. Ja. Nou, die bedragen hoef ik jou niet te noemen. Ja. Dat is voor jou toch peanuts. Maar als jonge jongen en je hebt geen luis om dood te knijpen, dan ga je nog twijfelen ook. Ja. Ja, 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 ja. Dus ik heb zoiets, ja, tuurlijk. Moet ik dat nou doen? Of je, je gaat happen of ja, niet. Ja, dus proberen. Op een gegeven moment toch met Rob en Karel Jansen gesproken. En bleek dus toch in kleine letters te staan dat ik dus 6 maanden dienstplicht moest doen. Ja, en die zie je mij al staan. Ik heb nog nooit met zo'n ding staan richten. En dat je überhaupt door iemand moet vermoorden. Ja, weet je? Ja, ja, ja. Dat ga je toch niet doen, man. Nee, nee. En heel die film kwam voorbij. Nou, toen zijn we naar die ambassade gegaan. Alles uit laten spitten. En uiteindelijk ook aangegeven, joh. Dit gaan we maar niet doen. Nee. Ah, toen heb ik toch wel even 2,5 weken zitten janken, hoor. Ja, ja, ja. Want dat was een droom voor mij. Tuurlijk, want je reed daar in een Range Rover Sport langs de boulevard. Je kreeg zo'n tampeloeres. Ja, er liepen mooie vrouwen op de boulevard. Ja. Zulke binken. Alle supporters met sjaaltjes zwaaien als je binnenkwam. Ja. Was een heel ander leven. Weet je? En, ja, ja, ja. En ja, dat zag je op een gegeven moment zo in één keer in elkaar donderen. Ja, en dan kom je weer in Nederland en dan heb je weer dat geaboer aan je hoofd. Wat Rick ook gezegd heeft, van ja, als je een bal uitschiet, dan krijg je er geen reet meer van. Ja, ja. Weet je, maar daar is het allemaal niet erg. Negatief. Weet je, ja, Nederland, ja. Het is allemaal zo negatief. Ja, en dat is Nederland. Ja. Weet je, daar kan je niks aan doen. Ja, dat is ook Nederland, ja. Dat is allemaal negatief. Maar dus, ze wilden gewoon dat je even lekker naar het leger, half jaar het leger in ging, dan kon je er. Ja. Nou ja, ik zal je verhaal vertellen. Ik begon al met trainen. Yeah. En David, dat was de rechtsback, die kwam. Ik wist dat niet, hè. Ik was daar net vanuit de keuring. Ik kreeg eerst een tuinslang zo in mijn donder. Ik denk, ik heb nog misschien een halve liter bloed over. Moet je nog gaan trainen? Ja, ja. Knijten heet. Maar goed, je moest alles doen. Uiteindelijk na die keuring trainen. Komt er een gozer binnen, jongen. In een lege outfit, met zijn geweer zo. Ja. Maar ik schrok me de pestneten, jongen. Ja, ja. Ik sloeg helemaal naar achter. Ik denk, wat gebeurt er? Maar ja, hij is waarschijnlijk geïnformeerd. Ja. Dat kan niet anders, want hij ging op een gegeven moment, hoe are you? Tegen jou, ja? Ja, zo. Hoe are you? En op een gegeven moment, ik zei, ja, I'm a player, I'm a player. Ah, it's a joke. It's a joke. Zo, ik liet bijna alles lopen. Ik denk, ik word hier ter plekke vermoord, jongen. Ja. Ah, toen dacht ik al, hey, de voetbalhumor die is ook wel leuk hier. Ja. Dat hebben ze ook wel geweten toen het trainingskamp in Nederland. Ja, ja, ja. Terug op pak? Ja. Wat heb je gedaan? Een klein beetje ook. Wat heb je gedaan? Ja, ik heb gewoon huishoudfolie gepakt. Ja. Die heb ik heel strak over die bril gespannen. En het brilletje er zo netjes overheen gelegd. Ja, totdat ze moesten bouten. Yeah. Ja, dat blijft natuurlijk liggen. Dat plakt zo tegen de onderkant van je reet dan. Ja, en als je gaat pissen, dat gaat natuurlijk zo alle kanten op. Dus ze moesten natuurlijk weer alles schoonmaken. Dat gaat stinken. Oh, dat is wel een goeie. Ja. Die folie, dus, gewoon die doorzichtige folie. Ja, maar dat moet je zo strak spannen, ja, ja, dat er licht valt. Ja, ja. Dat niet weer kaatst. Want als er één dingetje in zit, dan ga je dat zien. Ja, ja, ja. Dus ik helemaal met een föhn, jongen. Helemaal. Hup, spannen, weer niet goed, helemaal strak. En ik denk, ik moet opschieten, maar toen zat het goed. Ja. Ja, toen hoorde ik
echt, I kill you, mother. Ja, toen ben ik eventjes naar de hal gegaan. Ja, ja, ja. Rustig een theetje gedronken. Was dat je kamergenoot of gewoon... Nee. Ik heb gewoon een loper gevraagd. Ja. Die schoonmaakster. Ik zeg, ik moet even de kamer in. Ze zei, ja, is goed. Ja, hier zo. Ik sprak Nederlands. Ja. Ik zeg, ik moet even de kamer in. Oké, is goed. Hup, opengemaakt. Ja, toen ben ik aan de gang gegaan. Ja, 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 ja. Maar, kon die niet waarderen. Toen wilde hij echt doodschieten. Ja, toen wilde hij me echt... Ja, had hem net niet geladen, zeg maar. Oh. Godverdorie, hey. Schok met lasers. Mooi, hè? Maar dit zijn mooie dingen. Was dat verhaal over die boodschap of zo? Wat was het bij Twente? Wat was dat dan? Heb je dat ook alweer gehoord, joh? Ja, tuurlijk. Ja, ik hoor alles. Ja, nee, maar dat was iets... Of wil je dat niet zeggen? Tuurlijk. Wij hadden toen bij FC Twente René van der Rijken. Ja. De trainer uit België. Op een gegeven moment... Wij hadden... Die zondag hadden we een wedstrijd. Ja. Nou, zaterdagochtend getraind. Wat doen we? Ja, je moet toch boodschappen halen. Ja. Dus ik ga mijn boodschappen halen in Hollandsal. Ja. Op een gegeven moment, ik kom daar met een paar van die tassen kom ik over dat pleintje aan. Ik wilde dat naar de auto brengen. Nou, schijnbaar had hij mij gezien. Dus op een gegeven moment kreeg ik s'avonds een belletje of ik zondagochtend me kon melden. Maar hij belt op, hij zegt, zo Jacques, hè, kun jij niet in de ochtend eerst even melden? Ik zeg, joh, train, wat heb ik nou weer gedaan? Ja, ja. Nou, er is een en ander wat uit te leggen, hè, wat ik niet zo fijn vind. Ik zeg, nou, u kunt het niet fijn vinden, maar ik wil even weten nu specifiek wat ik gedaan heb. Ja. Hij zegt, komt u gerust naar het stadion, dan kunnen we het uitleggen. Dus ik zeg tegen mijn vrouw, ik zeg, joh, luister, ik moet naar het stadion komen. Ik weet niet wat ik gedaan heb. Sjaak, stop, hè. Denk nou even goed na. Ik zeg, schat, ik heb geen kut gedaan. Yeah. Ik heb niks gedaan. Dus op een gegeven moment, ik kom naar het stadion. Dus ik ga zitten. Wilt u nog een kop koffie? Ik zeg, nou, dat is leuk dat je het aanbiedt. Ik zeg, ik zit vol met de spanning. Ja, maar kom maar op met die vraag, want... Hij zegt... Jacques, ik ben bloedserieus. Hè. Ik heb gezien dat u met boodschappentassen aan het showen bent. En dat vlak voor een wedstrijd, dat wil ik niet hebben. Hè. Dus ik kijk een man in. Ja. Ik denk, nou ja, daar komt die mondhoek, die gaat hem op. Ja, je gaat lachen. Nee. Maar hij bleef gewoon. Serieus? Boom, hè. Dus ik kijk. Ik denk, ik zeg, meen je dat nou? Ja. Ja, maar wat dacht u? Ik ben bloedserieus, hè. En dat was een dag voor de wedstrijd? Dat was een dag voor de wedstrijd. Dus ik geef een antwoord van... Oké, nou ja, dan geef ik toch voortaan een boodschappenbriefje aan uw vrouw. Dan kan ze voor mij de boodschappen doen. Ja. Hoor ik godverdomme twee weken word ik teruggezet. Nee. Tweede. Alleen maar omdat je boodschap had gedaan? Of nee, of omdat ik zei van... Ja, die opmerking. Kan ik dat briefje dan aan je vrouw geven? Ja, kan ze boodschap voor me doen? Ja, ja. Dat was een geintje. Ja. Dat kon hij niet waarderen. Nee. Dus ik 2 weken na. Nou, het heeft eigenlijk bijna een dag of 5 geduurd, want hij werd ontslagen. Okay. Want wij deden daarna een training dat wij met tennisballen moesten stuiteren. Ja. Nou, zulke mogole dingen heb ik nooit gezien. Op het veld? Op het voetbal? Ja, op het veld gewoon? Ja, in Hengelo heb je dat trainingsveld erachter. Ja. Dan moest je vanaf de cornervlag, moest je 3 keer stuiteren naar de middenlijn in een sprint. Ja. Moest je hem naar de middenlijn gooien in de middencirkel. Dan moest je hem vangen. Als je hem niet ving, dan moest je dus opdrukken. Nou, wij waren net bezig. Een Koevo zegt, what the fuck is going on here? Yeah. I'm going home now. Dus die liep zo van het veld af. Oh ja, ja. Die liep zo van het veld af. Maar ik durfde dat niet. Op een gegeven moment, wijk door, moesten we naar de 16 omhoog gooien, in de stuit vangen en op de goal gooien. Nou, Sander Bosco die zei, de dikke... Dus die ging ook al gelijk naar binnen. Sander, ja? Ja, die had het ook wel gehad. Scott Boet, ja, fuck off. Die liep al gelijk het... Scott Boet, heb ik ook nog meer gespeeld. Ja, die liep al gelijk weg. Gruitsch, die zei, you bent kopietje makker. Oh, you crazy. Ja. En die liep ook erachteraan. Maar ik bleef met die jongen staan. Op een gegeven moment komt Koevo, die komt terug. En die kijkt mij zo aan met die grote ogen. Die zegt, are you crazy, Jacques? Ik zei, I'm not crazy. Die pakt me zo bij mijn pols. Ja.
Nou, echt waar. Die vingers die sloegen drie keer zo omheen. Zulke handen had hij. En ik was al behoorlijk, ja, best wel bang van hem. Ja. Want hij was groot, sterk en ik had wel respect voor hem. Hij zegt, you don't do this. En hij trok me zo van het veld af. En uiteindelijk was dat de druppel. Dat iedereen zei van, hier gaan we niet meer het veld mee op. Nee, nee, nee. Ja, en toen is hij eruit gegaan. Ja, ik vond hem als trainer. Had hij best wel wat dingen. Ja. Maar ik vond niet de beste trainer die ik gehad heb. Nee. Dat was heel apart. Gewoon met die tennisballen gaan lopen. Hey, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Nee. Nog nooit zoiets. Zo'n koffie klaar, zet de koffie klaar. Ja, ze staat al in de keuken inderdaad. Oh. Dus nee, maar dat even waren... Even één verhaal nog van die... Marcel, nee, bij Marcel Meeuwis, Ja. Weet je boos? Dat hij jou... Ja, ik werd wel boos. Bij ongeluk toch? Wij hebben wel eens die shows gedaan. Bij de rebellen, ja. Ja, die theatershows. Ja. Maar dan heeft hij een spel, die halve idioot. Maar er waren kinderen bij. Ja. Ik denk, ik ga die kinderen helpen. Ja. Want die wil ik dadelijk niet met een clownsneus of een taart in het gezicht. Maar nee, ik zat met die tondeuse mo. Ik denk, nee, dat kan niet, man. Bij die kinderen mooi lang haar, dat kan niet. Nee. Dat kan niet. Dus op een gegeven moment, ik die kinderen helpen. Ik zeg, nou, doe dat maar. En op een gegeven moment, zij winnen hem. Want ze koos het andere antwoord. Ja. Ik zeg, doe die nou. Had je voorgeraden, ja? Was ik godsamme de lul. Kwamen die ouders, ik sla bijna je kamer uit. Maar die kwamen op een gegeven moment, ja. Dus op een gegeven moment, ik denk, nou, ik zeg het voor... Dat die kinderen in ieder geval gedekt zijn. Ja. Dus op een gegeven moment, die ouders die komen de bühne op. Wat denk je wat die Marcel zegt, die gek? Ja. Die zegt, ze hadden het spel verloren. Dat was dus man en vrouw, hè? Ja. Dus vader en moeder. Ja. U kunt kiezen of jij doet het bij je man, of je doet het bij Sjaak. Ja, als jij die vraag aan iemand stelt, dan wordt het toch makkelijk, of ja, niet? Ja, tuurlijk. Maar dan komt hij, tondeuze. Dus ik denk, nee, dat gaan we weer. Dus op een gegeven moment, ik denk, nou ja, hij doet een klein stukje. Nee, wat denk je wat hij maakt? Nou. Ik heb bijna drie hechtingen moeten halen. Hij zet dat ding vol op mijn schedel, die achterlijke. Zo'n hap eruit. Kosten zaten erop. Ik heb 3 weken echt met een graadje of 20, 22 met een muts moeten lopen. Ja. Ah, dat heb je mij wel een kale kop gezien. Nee. Dat staat mij helemaal niet. Nee. Ik heb niet zo'n bolle kop. Ik heb een beetje zo'n eierhoofd. Je hoeft alleen zo'n dopje erop. Ben ik net Calimero. Nee, maar dat waren dingen dat ik denk van ja, Mars, denk even na, man. Ja. Maar toen was ik wel even boos. Ja. Maar goed, ik vind Mars een goede vent. Ja, dat is een mooi vent. Ja. En hij doet ook veel voor me. En goed, dan kan je daar bijna ook niet boos om worden. En je weet dat dat gebeurt, want het hoort erbij. Het is niet anders. Nee. Dus het is zoals het is. Maar ik was er niet blij mee, nee. Heb je een zoon ook? Ja, die is die staat nu buiten trouwens. Leuk, man. Ja. Kom, ga even kijken. Ja, is goed. Mooi, hè? Ja, schitterend, joh. Nou, jongens, dat was Sjaakie. Zij het al, mooie vent. En mooie verhalen gehoord. En ik krijg toch wel weer een beetje een ander beeld van zo'n man. Want hij wordt altijd een beetje weggezet als dat hij een clown is en zo. Maar het is gewoon een serieuze gozer die gewoon echt goed bezig is om trainer te worden. En hij doet het heel goed. En dat was weer leuk. Ik heb gelachen. Bedankt voor het kijken weer. Vergeet niet te abonneren. En dan gaan we door naar de volgende, jongens. Bedankt. Ciao.